Halleluja. Glorie. Paulus, door de wil van God en apostel van Christus Jezus, aan al de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die de Evers zijn, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten heeft gezegend in Christus. Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging van deze wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd. Als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En in hem hebben wij die verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat hij zich in hem had voorgenomen, om ter voorbereiding van de volheid van de tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus samen te vatten. In hem, in wie wij ook het erfdeel hebben ontvangen, waartoe wij van tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van Zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof van Zijn heerlijkheid, wij die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. In Hem ben je ook nadat je het woord van de waarheid, het evangelie van je behoudenis, hebt gehoord. En in Hem ben je, toen je gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest van de Belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk dat Hij zich verworven heeft, tot lof van Zijn heerlijkheid. Daarom Houd ook ik gehoord hebben van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot alle heiligen niet op te danken, u gedenkend bij al mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u geeft de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen van je hart zodat je weet welke hoop zijn roeping wekt. Hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis bij de heiligen. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven naar de werking van de sterkte van zijn macht. Die hij heeft gewrocht in Christus. Door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt niet alleen in deze maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Ook u, hoewel u dood was door uw overtredingen en zonden, waarin u vroeger hebt gewandeld, overeenkomstig de loop van deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in die begeerte van ons vlees handelend naar de wil van het vlees en van de gedachten. En wij waren van natuur evenzeer als de overige mensen kinderen des torens. Maar God, echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren naar onze overtreding, Mede levend gemaakt met Christus Jezus. Door genade ben je behouden. En hij heeft ons mede opgewekt. En ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. In Christus Jezus. Om in de komende eeuwen. De overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen. Naar zijn goede dierheid over ons. In Christus Jezus. Want. Door genade ben je gered, behouden, bevrijd, genezen, heel gemaakt, door het geloof. En dat niet uit jezelf, het is een geschenk van God. Niet uit werken, opdat niemand roemt. Want Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen, om goede werken te doen, die God tevoren heeft bereid, opdat wij daarin zouden wandelen. Bedenk daarom dat jij die vroeger heidene was naar het vlees en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis die werk van mensenhand aan het vlees is, dat je ten dien zonder Christus was en uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in deze wereld. Maar nu in Christus Jezus ben je die eertijds ver af was, nu dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede die die twee één heeft gemaakt en de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap weggebroken. Doordat hij in zijn vlees de wet der geboden, de inzettingen bestaande buiten werking heeft gesteld. Om in zichzelf vrede makend die twee tot één nieuwe mens te scheppen. En die twee tot één lichaam verbonden, weer met God te verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap heeft gedood. En bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u, die ver af was, en vrede verkondigd aan hen, die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden in één geest de toegang tot Vader. Zo ben je dus geen vreemdeling en geen bijwoner meer, maar een medeburger der Heiligen en een huisgenoot van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In hem warst elk bouwwerk, goed ineensluitend op tot een tempel heilig in de Heere, in wie ook jij meegebouwd wordt tot een woonstede van God in de geest. Daarom is het dat ik, Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor jullie heidenen in het gevangenschap ben. Je hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade mij met het oog op jullie is gegeven. Dat mij door openbaring het geheimenis is bekendgemaakt, gelijk ik boven in het kort daarvan al schreef. Daarna kun je bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de geest is geopenbaard aan de heiligen, zijn apostelen en profeten, namelijk dit geheimenis, dat de heidenen mede erfgenamen zijn en mede leden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie. En daarvan ben ik een dienaar geworden naar de genade gave van God, die mij geschonken is naar de werking van zijn kracht. Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heiligen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en in het licht te stellen wat de bediening van die geheimenis inhoudt dat van eeuwen her Verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen, opdat thans, vandaag, nu, door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, de veelkleurige wijsheid van God bekend zou worden, naar het eeuwig voornemen dat Hij in Christus Jezus, onze Heer, heeft uitgevoerd, in wie wij de vrijmoedigheid. En de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in Hem. En daarom verzoek ik Je met aandrang de moed niet op te geven bij mijn verdrukkingen om uwentwil, want die zijn een eer voor U. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Opdat Hij u geeft naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in je hart woning maakt. Geworteld en gegrond in die liefde, zul jij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten. Hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is. En te kennen die liefde van Christus, die alle kennis te boven gaat, opdat je vervuld wordt tot alle volheid van God. Hem nu die blijkenste kracht, welke in ons werkt, bij machten is oneindig veel meer te doen. Dan wij bidden of beseffen. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus, tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Als gevangene in de Heer vermaan ik je dan te wandelen waardig aan de roeping waarmee je geroepen bent, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid en elkaar in liefde te verdragen en je te beijveren de eenheid van de geest te bewaren door de band des vredes. Eén lichaam en één geest, gelijk je ook geroepen bent in die ene hoop van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven alle en door alle en in alle. Maar aan iedereen van ons afzonderlijk is die genade gegeven naar de mate waarin Christus haar schenkt. En daarom heet het, opgevaren naar de hoge, voerde Jezus Christus gevangenen mee, gaven gaf hij aan de mensen. Wat betekent dit? Hij is opgevaren anders dan dat hij ook is neergedaald naar de lagere aardse gewesten. En hij die nedergedaald is, hij is het ook die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen die eenheid des geloofs en de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom van de volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig. En niet meer op en neer en heen en weer geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, Door het valse spel der mens in een sluwheid die tot dwaling verleidt. Maar dan groeien wij ons aan die waarheid houdend in liefde in elk opzicht naar Hem toe die het hoofd is: Christus. En aan hem ontleent het hele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent. Deze groei van het lichaam om zichzelf op te bouwen in de liefde. Dit zeg ik dan en betuig ik in de heren dat je niet langer mag wandelen zoals ook de heidenen wandelen in ijdelheid van hun denken. Verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven met God, om de onwetendheid die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid, om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar jij, Bent helemaal anders. Jij hebt Christus leren kennen. Jij toch hebt van hem gehoord en je bent in hem onderwezen. Gelijk dit de waarheid is in Jezus: dat wat je vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt. Want die gaat verdorven naar zijn misleidende begeerten, maar dat je verjongd wordt. Door de Geest je denken verandert en zo de nieuwe mens aandoet die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkaar. En geraak je in toren zondig dan niet. De zon mag niet over een opwelling van uw toren ondergaan, en geeft die duivel dus geen voet. Wie een diva's steden niet meer, maar spannen zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan meedelen aan de behoeftigen. En geen liederlijk woord komen meer uit je mond, maar als je een goed woord hebt tot opbouw. Waar dit nuttig is, opdat zij die het horen, genade ontvangen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie je verzegeld bent tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid, alle gramschap, alle toren, alle getier en gevloek worden uit je midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar wees jegens elkaar vriendelijk. Barmhartig, elkaar vergevend, zoals God in Christus jouw vergeving heeft geschonken. En wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandelt in die liefde, zoals ook Christus jullie heeft liefgehad en zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer en zo god tot een welriekende reuk te zijn. Maar van hoererei en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt. En evenmin van onwelgevoeglijkheid en zotte of losse taal die geen pas geeft, maar veel eer van dankzegging want hiervan moet je doordrongen zijn dat in geen geval een hoereder, onreine of geldgierige, dat is een afgodedienaar, erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en God. Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toon van God over de kinderen der ongehoorzaamheid. Doe dan niet met hen mee. Want je was vroeger duisternis, maar nu ben je licht in de Heer. Wandelt als kinderen van het licht. Want de vrucht van het licht bestaat in louter goedheid, en gerechtigheid, en waarheid. En toetst wat de Heer welbehaaglijk is. En neem geen deel aan onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmaskert ze wel eer. Want het is zelfs schandelijk om te noemen wat heimelijk door hen wordt verricht. Maar als dat door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag. En al wat aan de dag komt, is licht. En daarom heet het. Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Zie dus nauwlettend toe hoe je wandelt, niet als onwijze, maar als wijze, u de gelegenheid ten nutte makend, want de dagen zijn kwaad. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil van de Heer is. Bedrink u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreek onder elkaar in psalmen, in lofzangen en zing in de geest. Zing en jubel de Heere van harte en dank altijd in de naam van onze Heere Jezus Christus, God de Vader voor alles. En wees elkaar onderdanig in die vrezen van Christus. Vrouwen wees aan uw man onderdanig, als aan de Heer, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is van zijn gemeente. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Wel nu gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man in alles. Mannen, hebt uw vrouw lief. Evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgegeven om haar te heiligen, haar reinigend door het waterbad met het Woord en zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Zo dat zij heilig is en onbesmet. Zo zijn ook de mannen verplicht. Een vrouw lief te hebben als een eigen lichaam. En wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. En daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. Intussen ook gij laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zo lief hebben als zichzelf, en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Kinderen, wees uw ouders gehoorzaam in de Heren, want dat is rechts. Eer je vader, eer je moeder, dit is immers het eerste gebod met een belofte, namelijk opdat het u welga en gij lang leeft op aarde. En gij, vaders, verbittert je kinderen niet, maar voed hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren. Slaven, Wees uw Heren naar het vlees gehoorzaam met vrees en beven, in eenvoud van je hart als aan Christus, niet met oogendienst als mensenbehagers, maar door als slaven van Christus de wil van God van harte te doen en bereidwillig dienstbaar te zijn als aan de Heren en niet aan mensen. Je weet immers dat ieder, hetzij slaaf, hetzij vrije, al het goede dat hij gedaan heeft van de Heren zal terug ontvangen. En gij, Heren, handelt evenzo jegens hen, laat het dreigen na. Je weet immers dat hun en uw Heer in de hemelen is, en bij hem is geen aanziens des persoons. Voorts, wees krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Doe de wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis. Tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. En neem daarom de wapenrusting van God om weerstand te kunnen bieden in die boze dag, en om je taak geheel te kunnen vervullen, stand te houden. En stel je dan op uw lenden om God met de waarheid, bekleed met het panzer van gerechtigheid. De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid voor het evangelie van de vrede. En neem bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmee je al die brandende pijlen van die boze zult kunnen doven. En neem de helm des heils aan en het zwaard van de geest, dat is het woord van God. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Daartoe wakend, met alle volharding en smeking voor alle heiligen, ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken wordt om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik ook een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden zoals ik behoor te spreken. Opdat ook Gij van mij mag weten. Hoe het met mij gaat, zal Tychicus, mijn geliefde broer en getrouwe dienaar in de Heer, u alles bekend maken. Met dit doel heb ik hem tot u gezonden: dat je onze omstandigheden zou weten en hij jullie harten zou vertroosten. Vrede, zij de broeders, en liefde met geloof van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. De genade. Zij met alle die onze Heere Jezus Christus onvergankelijk lief hebben. Halleluja, glorie aan God, dank u Jezus Christus.